Hallo. Lieve mensen. Ik ben tot in het diepst van mijn wezen geroerd. Geraakt. Door de persoon die zojuist bij mij het pand heeft verlaten. Zoveel bezieling. Zoveel hartstocht. Maar vooral de integriteit waarmee deze man mij wist te overtuigen, is iets wat je heden ten dagen nog maar zelden tegenkomt, man. Kwek, kwek. Weergaloos. En ik ben deze man dan ook eeuwig, maar dan ook eeuwig dankbaarheid verschuldigd voor het feit dat ik, Vincent, nu tot in de puntjes ben verzekerd. Tot in de puntjes. Zodat ik mij geen zorgen hoef te maken over dat mij eventueel misschien wel iets gebeurt. In het leven. Nu deed ik dat al niet. Maar het idee dat het nou niet hoeft, niet meer hoeft, ja, dat is toch lekker. Te weten dat als mijn telefoon wordt gestolen, of als mijn huis afvikt, of als ik de ergste vorm van kanker krijg die je maar kan bedenken, hoef ik me geen zorgen te maken. Dat is lekker, hè? Ik krijg gewoon een nieuwe. Tenzij er blijkt op miraculeuze wijze dat ik dan toch niet verzekerd ben. Maar dat is logisch. Kijk, als jij dood ligt te gaan en je betaalt mij niet, dan ga ik jou ook niet helpen, weet je wel. Maar daar hebben ze daar hele teams voor om dat uit te zoeken. Dus ook daar hoef ik me geen zorgen over te maken.